elektrische auto's uit China. Want die Europese heffingen die van de Europese Commissie ingesteld zijn, tot 35% op elektrische auto's uit China, is een doorn in het oog van het land. En dus komt minister van Handel van China vandaag naar Brussel om daar maar eens even over te praten. Bij ons is onze Europa-correspondent Stefan de Vries vanuit Straatsburg. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, Brussel zegt, jongens, jullie geven staatssteun. Vandaar dat je die auto's tegen lage prijzen kunt dumpen op onze markt. Daar is het klaar mee. En we gaan tot 38% heffingen op die auto's invoeren. China zegt nu, ja, dat is allemaal leuk, maar dan gaan wij landbouwproducten uit Europa heel erg belasten. Ja. Nou, dit is een ramkoers, hè? Wat gaan ze bespreken vandaag? Nou, ze hopen een compromis te bereiken natuurlijk. Minister Wang Wentao ontmoet de commissaris voor Handel Dombrovskis vandaag in Brussel. En wat er al bereikt is dat het Handelscomité van de Europese Commissie volgende week niet zal stemmen over het opleggen van die heffingen. En dus daarmee ook niet de handelsministers die dan in de slipstream van dat comité moesten stemmen. En daarmee is er meer tijd voor de ministers van Handel in de EU om een gezamenlijk standpunt te vinden en een oplossing te vinden. Want inderdaad, er wordt gesproken over tarieven tot 35% op Chinese elektrische auto's. Omdat de Europese Commissie vermoedt dat de autofabrikanten in China staatssubsidie krijgen. Daar doen ze onderzoek naar. Dat onderzoek is nog niet klaar. En pas als dat klaar is, dan kan er advies volgen en de volgende stappen bedacht worden. Maar nu dit is uitgesteld, ja, dat zou kunnen geïnterpreteerd worden als een geste naar de Chinese minister die vandaag naar Brussel komt. Waardoor er dus wat meer tijd is. Want ja, als dat gebeurt, dan dreigt er dus een handelsoorlog tussen Europa en China. En dat vooruitzicht maakt sommige landen, lidstaten, toch wat nerveus. Ja, nou, kijk maar eens even naar een merk als China, of Volkswagen, wat in China al zo'n 30 jaar auto's bouwt, hè, om maar wat te zeggen. Die hebben het ontzettend moeilijk op dit moment in Europa met hun modellen. Onder meer omdat ze open concurreerd worden met Chinese automodellen. De grote vraag is natuurlijk, wie heeft er meer last van? Is dat China wat dit soort dingen doet? Of Europa als wij straks onze landbouwproducten belast zien? Die de Chinezen graag willen hebben. Ja, dat hangt er vanaf aan welke hoofdstad je het vraagt. Ja, natuurlijk. De Europese Commissie zegt dat dit nodig is om de Europese autofabrikanten te beschermen. Maar als je kijkt naar de autofabrikanten per land, dan zie je echt grote verschillen. Bijvoorbeeld Frankrijk verkoopt eigenlijk nauwelijks auto's in China. Ja. Die zijn natuurlijk voor extra tarieven, want ja, het kan ze niet schelen. En daarmee worden de Duitse concurrenten wat zwakker. Duitsland wel al jaren, je zei het net al, jaren een grote positie, belangrijke positie op de Chinese markt. Niet alleen en elektrische auto's trouwens. En opvallend genoeg, Duitsland wil zich volgende week, of als de stemming er komt, het is niet volgende week, maar wil zich waarschijnlijk van stemming onthouden. En die positie van Berlijn is te danken aan druk lobbywerk van Beijing. De afgelopen dagen is daar echt hard gewerkt om bepaalde Europese hoofdsteden over te halen om tegen de tarieven te stemmen. Nou, dat heeft niet alleen succes gehad in Duitsland, maar ook in Madrid, want dat land exporteert veel varkensvlees naar China. Ja. En China heeft gedreigd met daar ook zware importtarieven. Ja. En de Spaanse premier Pedro Sanchez, die is eigenlijk gedraaid. Die wil een oplossing vinden en geen tarieven voor Chinese producten. Dus je ziet hier dat nationale belangen eigenlijk toch weer de overhand krijgen en een Europees beleid heel moeilijk is. Ja, anderzijds, hè, nog even indachtig dat rapport van Mario Draghi, de oude ECB-president vorige week, over de concurrentiekracht van Europa. Ja, die zegt ook, je moet gewoon echt zorgen dat je innoveert. Maar ook voor een stevige industriepolitiek hebt. Nou, daar past dit wel in, hè? Ja, inderdaad. De industriepolitiek in Europa zijn we eigenlijk een beetje losgelaten de afgelopen decennia. En als je met individuele Europese politici spreekt, dan is China echt een terugkerend onderwerp. Want de teneur is, we zijn op allerlei niveaus te veel van China afhankelijk. We moeten op eigen benen staan. Er zijn natuurlijk ook geopolitieke zorgen. Het land doet helemaal eigenlijk niks om druk op Rusland te zetten om te stoppen met de oorlog in Oekraïne. Dan is er nog de kwestie Taiwan. Kortom, er zijn nogal wat hoofdpijndossiers over onze toekomstige relatie met China. Maar een eenduidig geluid is er niet te horen in de EU.
Dat staat dus ook in dat rapport van Draghi. Die zegt, we moeten loskomen van China en de Verenigde Staten. Grote investeringen doen, toch behoorlijke koerswijzigingen in de slaperige manier of het slaapwandelen wat Europa nu doet op de internationale markt. Dat rapport is wisselend ontvangen. Er staat weinig in dat we eigenlijk niet wisten, maar de oplossingen, iedereen is erover eens dat we dit probleem hebben, dat we moeten investeren in de toekomst. Maar je ziet per land eigenlijk hele verschillende ontvangsten op dat rapport. Er is op dit moment geen eenduidig geluid als het gaat over hoe we omgaan met China. En daar profiteert China natuurlijk van. Drijft een wicht tussen de landen en zal waarschijnlijk uiteindelijk toch een overwinning boeken. Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries vanuit Straatsburg. Straks in de reguliere uitzending spreken we over dit verhaal met VVD-Europarlementariër Bart Groothuis. En vanmiddag kun je Stefan horen bij Bernard Hammelburg in BNR De Wereld over de nieuwe commissie van von der Leyen.